En welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een special effects look voor jullie. Deze keer een cyborg. Ja, obviously een cyborg. Ik had zin om iets te doen wat een beetje vintage was. Een beetje sci-fi en metallic. Want ik heb laatst mijn zooi metallic poeders gekocht. En die wilde ik graag gebruiken. Want ik ben mijn eigen proefkonijn. Dus ja, dit is het geworden. Ik ben er zelf erg blij mee. Dus ik hoop dat jullie het een leuke tutorial gaan vinden. En het eventueel ook na kunnen doen. Als je trouwens meer tutorials wil zien, ik doe één keer in de week een make-up tutorial. En dan ook nog een keertje een nail art of een special effects. Verder nog kletsfilmpjes, piercingfilmpjes. In totaal komt het in ieder geval op 3 filmpjes in de week neer. En als je die wil zien, zou ik het super leuk vinden als je ze willen abonneren op mijn YouTube kanaal. Voor de rest, ik doe ook heel veel op Instagram met make-up foto's. Als je dat zou willen zien, kun je me ook wat volgen op Instagram. Ik zal mijn naam hieronder ergens neerzetten. Ik zit verder weg dan normaal, dus ik hield mijn handen veel te hoog. Hoe dan ook. Ja, maar voor nu laten we dit gaan fabriceren. Gezichtsprimer zit er al op, dus we kunnen gelijk door naar de make-up. Maar om te beginnen ga ik eventjes één contactlens in doen. Nou, we dat hebben tijd voor scar wax. Ik ga deze keer met mijn nagel eruit schrappen en vervolgens verspreiden. Zorg dat je handen een beetje vettig zijn. Die van mij zijn nog vettig van de primer. Zodat het niet in plaats van je wenkbrauwen heel leuk aan je de vingers blijft zitten. Juist ja, zo heten die dingen. Tussendoor, contactlens is natuurlijk optioneel. Als je niet comfortabel bent met contactlenzen, dan weet je wel, raad ik het niet aan om ze voor één enkele look ineens een hele dag te gaan dragen ofzo. Maar ik vind ze altijd wel wat toevoegen. En bovendien is het gelijk een goede reminder aan welke kant van het gezicht de cyborg kant komt. Ook wel zo prettig. Als er een beetje een lekker laagje op zit, dan ga ik er met een spoelie doorheen om alles zo plat mogelijk te krijgen. En dan nog een tweede laagje eroverheen. Bij de meeste mensen is dat wel genoeg als je het tweede laagje dik genoeg maakt. Als je nog hele volle wenkbrauwen hebt, dan kan je ook een derde laagje doen. Het gaat er maar om dat je geen hevige textuur meer voelt als je over je wenkbrauwen heen gaat. Dan een heel klein beetje poeder eroverheen om het alvast wat te zetten. En daar ga ik dan vervolgens weer met een concealer overheen. Een behoorlijk dekkende. Gewoon om de foundation wat te helpen. Zodat je zo min mogelijk gaat zien. Dan de rest van het gezicht gewoon even met foundation. Ik ga ook hier nog een keer overheen om te zorgen dat het gewoon, again, zo onzichtbaar mogelijk wordt dat daar ooit een wenkbrauw zat. Dan wat concealer, die ga ik alleen aan deze kant doen, want aan die kant komt er van alles overheen. Dan de boel goed zetten. Gewoon all over the face met een lospoeder. Dan contour, die ga ik wel aan beide kanten doen. Want ik weet nog niet zeker hoe ver het allemaal gaat komen natuurlijk met de paint hier. Wat ik eerst eventjes ga doen is met het kwastje waarmee ik normaal gesproken mijn neuscontour ook even mijn oogcontouren. Dat doe ik wel alleen aan deze kant, want die andere kant weet ik zeker dat daar volledig paint overheen komt. Maar op deze manier heb je net een beetje definitie zonder dat je gelijk een eye look hebt. Dus dat scheelt. Dan de rest van de contour, gelukkig met een kleine kwastje hier onder de lip, zodat die voller lijken. Dan de neus lekker smal maken. En dan de wangen, die ga ik deze keer met een strakkere kwast doen. Want ik wil ja, gewoon lekker het allemaal scherp hebben en niet te soft. Dus ik zet eerst hier een lijn mee. Dan draai ik hem om en dan ga ik het zo uitdeppen eigenlijk. Niet hiermee vegen, want dan trekt hij de foundation wat van zijn plek. Voorhoofd wel eventjes met een fanbrush, want anders wordt dat wel heel erg heavy. Nou komt mijn pony erin overheen, dus ik weet niet waarom ik het mooiste doe. Maar mocht mijn pony uit mijn gezicht waaien, dan zit er contour. Kaaklijn nog eventjes mee.
Dan een matte blush om even wat meer leven terug te doen. En dan wat highlight, die ga ik aan deze kant alleen op het jukbeen aanbrengen, want aan de andere kant gaat het niet bijzonder nuttig zijn. Op het andere oog ga ik alvast een crème product aanbrengen, direct rond het oog. Die is niet precies dezelfde kleur als het andere spul dat ik aan ga brengen, maar van deze weet ik in ieder geval zeker dat die eye safe is en van het andere spul niet, dus vandaar. Blend het gewoon eventjes goed uit, zodat het dadelijk mooi smooth overloopt met het andere spul. En ik breng steeds een beetje aan en dan blend ik het. Want als je dit eerst helemaal aanbrengt, dan droogt het en dan kan je het niet meer blenden. Ik weet niet of dit gaat blijven zitten, maar ik pak ook de waterlijn een beetje mee. Dan op het andere oog ga ik de waterlijn nude doen. En ja, dan vervolgens ga ik alvast met datzelfde potlood dat ik op toch op mijn handen heb een beetje een outline maken van waar ik de patch metaal op mijn gezicht wil. Gewoon zodat ik dat dadelijk alvast weet. Ik realiseer me ineens dat ik nog helemaal wenkbrauw geen aandacht heb gegeven. Die ga ik met de bronzer en een klein kwastje een beetje invullen. Ik wil hem namelijk heel natuurlijk houden. En als ik met een brow plumper aan de, een brow pomade aan de slag ga, dan weet ik dat hij niet natuurlijk blijft. Want dat is gewoon mijn leven. Dus ik hou het hierbij. En dan mascara. Die komt ook alleen maar op het natuurlijke oog. Het cyborg oog, dat wordt mascara en... Nou ja, niet wimperloos, maar je ziet ze niet meer en dat is precies de bedoeling. Dan het metallic gedeelte. Daarvoor ga ik een oogschaduwkwast gebruiken. Ik ga een redelijk... Waarom kan ik nooit vinden wat ik zoek? Oké, gevonden. Anyway, ik ga dus een oogschaduwkwastje gebruiken. Een tamelijk plat kwastje. En een metallic poeder. Ik ga zo min mogelijk maken en het dan gewoon steeds bijmengen. Want ik wil niet meer hebben dan strikt noodzakelijk. Want dat vind ik zonde van het poeder namelijk. Dus vandaar. Ja, ik gebruik dus een poeder en een mixing medium. Dat vind ik zelf eigenlijk de mooiste vorm van face paint in dit soort kleuren. Maak me nog niet super druk over de randjes. Want ik ga nog een soort outline doen, dus dat scheelt. De reden trouwens dat ik een oogschaduwkwast gebruik is omdat ik dan bij alle delen kan komen waar ik moet komen. Je zou ook verschillende kwasten kunnen gebruiken. Met een grote kwast zouden de grotere delen wel sneller gaan, maar hou er rekening mee. De kwasten die je gebruikt moet je daarna ook nog schoonmaken. En daarom gebruik ik liever maar één kwast, want dit spul... Je krijgt het wel weer uit de kwasten, maar het is zeg maar niet eventjes 1, 2, 3 afspoelen. Je bent wel echt eventjes bezig. Dus vandaar hoe minder kwast ik schoon hoef te maken met dit spul, hoe beter. Afhankelijk van wat voor verf je werkt, kan je trouwens ook in laagjes werken om te zorgen dat alles zo dekkend mogelijk wordt. Oké, 3 uur later. Ik heb het twijfelachtige besluit gemaakt om ook mijn hand mee te painten. Dus nu moet ik heel voorzichtig zijn dat ik niet mijn... letterlijk alles hier in de buurt onder smeer. Maar nu ga ik in ieder geval met een zwarte face paint. Een zwarte face paint, laat ik hem even. Ja, je zag te weinig aan, maar het is een zwarte face paint. En een strijperbrush de lijnen omlijnen. Eindelijk klaar.
Tijd voor de lippen, die ga ik nu doen. Eindelijk een makkelijke stap. Dan tenslotte wil ik hier en daar nog een moerbout, zo'n ringdingetje. Ik ben niet echt een do-it-yourselver, nee. Maar die wil ik in ieder geval nog hier en daar toevoegen. Dat ga ik met liquid latex doen. Ik doe het op de liquid latex, dan doe ik het erop en dan hou ik het een half uurtje vast tot de liquid latex droog is. Dus dat ga ik even off-camera doen en dan zijn we daarna klaar. En dan hebben we het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je meer wil zien, dan kun je ook altijd abonneren op mijn kanaal. Dat had ik aan het begin al gezegd. Dat. Hoe dan ook. Onder het filmpje kan je trouwens, als je wil weten wat ik op mijn gezicht gebruikt heb, de hele lijst vinden. Als je het niet wil weten, kan je daar trouwens alsnog de hele lijst vinden van alles wat ik gebruikt heb. Maar goed. Zoals altijd, je hoeft niet precies te gebruiken wat ik gebruikt heb natuurlijk. Weet je, gebruik gewoon wat jij hebt en wat jij mooi vindt. Maar ik moet wel zeggen dat die metallic powders van Meron, ze zijn echt super goed. Ik had ze ja, gewoon een keer gekocht om te proberen. De goudkleur was het trouwens, die beviel goed. En toen dacht ik, laat ik meer kleurtjes proberen. En deze, de brons, die lijkt serieus in het potje het meest grauw en saai. En als je hem dan opdoet, is die echt super reflecterend en mooi. Ik wil dit als oogschaduw, serieus. Maar goed, in ieder geval, ja, ik hoop in ieder geval dat jullie van het filmpje genoten hebben. Heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. Ik hoop jullie verder een hele fijne dag hebben en hopelijk tot de volgende keer. Doei!